trainen? Nee, helemaal niet. Je kunt er moeilijk op trainen. Je moet het echt hebben of niet. En blijkbaar kan ik het heel goed. Ik verbaas mezelf ook weer dat het goed gaat. Iedereen sprak over Tim Merlier vooral, hè? En ja, ja. Ja, weet je, Sam is gewoon een wereldrenner. En het was echt moeilijk. Er komen veel druk bij kijken. Sprinttrein die hij mag uitkiezen toen hij hierheen kwam. En hij bleef positief en wij ook. En dat is het enige wat je kunt doen. Topsport is niet altijd makkelijk, zo zie je. Nog één dingetje, hier in Nederland natuurlijk fantastisch, ja. 2 dagen meegemaakt. Ja, die overwinning pak. Maar hoe was het die dagen in Nederland? Ja, super vet. Ik had echt niet verwacht. Ik wist wel dat Nederland een fietsland was, maar zo gek van wielrennen wist ik niet. Het deed me een beetje denken aan de Tour de France in Denemarken. Super mooi. Iedereen bedankt daarvoor. Morgen ben je ook gewoon de renner uit de regio. Ja, hier al een beetje Den Bosch ken ik, Brabant, dus dat voelt thuis. En morgen inderdaad komen we op 7 kilometer van Poppel, waar ik ben opgegroeid. En dat is heel mooi. Ik merk al dat het vandaag niet zo heel lekker ging met de Tour in de benen. Maar ja, ze zeggen dat het een paar dagen nodig heeft, dus dat hoop ik maar. Maar ja, ik kan het ook zo. Verwacht je nog veel familie, vrienden langs de kant? Ja, iedereen is er. Mijn vriendin is er. En mijn moeder morgen. Maar ik zeg altijd, blijf maar lekker thuis. TV kun je het beter zien. Hey, er leek heel ook een hele de opluchting die je eigenlijk bij Bennett verwachtte. Zagen we ook gewoon bij jou? Ja. Kijk, ik heb voor mezelf wel besloten dat ik gewoon mijn lead-out deed. Meer kon ik niet doen. Dat was soms wel een beetje balen. Maar Sam is een hele goede gast en die gooit er niet met de pet naar. Dus dan, dat is ook een ander gevoel als je met iemand een kopman rijdt die er met de pet naar gooit, dat het niet goed gaat. Maar hij blijft altijd professioneel en het loont zich. En ik zie wel echt wat ik net zei, een hele goede Bennett. En een heel ander als afgelopen jaar. De tussensprint werd hij tweede. Dacht al even van, is dan een teken aan de wand? Maar nee dus. Nee, hij wou daarvoor gaan. Ik liep me een beetje afzijdig, want ik voelde me niet geweldig. Maar super mooi vandaag. Morgen opnieuw. Ja, zeker. Dankjewel. Dankjewel.